Goed, ja, ik ben zover. Ik heb de indruk, de rest van de leden van de raad ook. Goedenavond allemaal. Het duurde iets langer voordat we konden beginnen. En dat had te maken met een tractatie van de SGP. En omdat u zo laat bent, heb ik het gevoel dat die tractatie gesmaakt heeft. Ik zit zelf in een afvaltraject. Ik keek de afgelopen periode eventjes de foto's terug van die dan aan het begin van de raadsperiode werden gemaakt. Toen dacht ik van, goh, 8 jaar geleden zat toch wel 20 kilo tussen. Dus het is misschien goed om daar wat aan te doen. Dus ik heb het gebakje overgeslagen, maar wel onze dank en felicitaties aan de SGP. Wel duurzaam gescheiden afval? Absoluut, absoluut, meneer Van der Grampel. Goed, we gaan beginnen. Ik heb bij deze de opening, denk ik, verricht. De vaststelling van de agenda, dus agenda punt 2. Wil iemand de agenda amenderen? Ik krijg de indruk van niet. Dan gaan we de agenda dus zo vaststellen met 1 bespreekpunt. En op agenda punt 3 is het spreekrecht. En ik zie meneer Hartold al een aanloopje nemen. Die komt inspreken over de coalitieonderhandelingen die gaande zijn. U weet de regels inmiddels. 5 minuutjes. Onderhandelen op inhoud in het openbaar of achter gesloten deuren? Vraagteken. Met welke onderwerpen? Voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden. In de media valt te lezen dat als het gaat om personen, dat er over achter gesloten deuren gesproken gaat worden. Iets waar ik mij iets bij kan voorstellen. Als het gaat om de inhoud van het toekomstige collegeakkoord, wil ik bepleiten dat er over in het openbaar onderhandeld wordt. Immers, menig kiezer vraagt zich nu af, met hoeveel euro gaat de OZB omhoog, stel dat het betaald parkeren in Hardenberg wordt afgeschaft. Lijkt mij verstandig om daar in het openbaar over te vergaderen. Als het gaat om de inhoudelijke invulling van het collegeakkoord, wil ik hierbij een aantal punten onder de aandacht brengen. 1. In verbetering van de bereikbaarheid van Hardenberg en Ommen, zowel via de weg als via het spoor, wordt al enige jaren geïnvesteerd. Nog sterker, daar wordt ook de komende tijd in geïnvesteerd. Zie onder andere de investeringen in de N34, de N340 en Zwolle Herften. En Zwolle Herften is rails. Wellicht was het u nog niet opgevallen, maar voor veel inwoners van de gemeente Hardenberg en het attractiepark Slagharen is de N377 heel belangrijk. Ik wil dan ook hierbij pleiten voor verbetering van de N377. En omdat de N34 en N340 belangrijker wordt, zie de investeringen. En het niet zeker is dat de N377 verbeterd gaat worden, wil ik tevens bepleiten voor op- en afritten in de N36 ten zuiden van Delensvaart, gecombineerd met een nieuwe ontsluitingsweg naar het industrieterrein in Delensvaart. Punt 2. Met betrekking tot een mogelijke proef met het basisinkomen, ben ik van mening dat die proef niet ten koste mag gaan van de inspanningen om mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen. Tijdens de verkiezingscampagne en de debatten is weinig gepraat over de participatiewet en over het aanpassende werk helpen van mensen. Wil de gemeente Hardenberg over 4 jaar weer als meest toegankelijke gemeente gekozen worden, dan zal de gemeente Hardenberg op het punt van het aanpassende werk helpen van mensen, naar mijn mening, beter moeten scoren. Om Peter Snijders te citeren, we zijn nog lang niet klaar. Dat is het nooit. Het is ook veel breder dan alleen een drempel voor een gebouw. Het gaat erom dat iedereen gelijke kansen heeft. Kijk maar naar het onderwijs of werkgelegenheid. Einde citaat. Punt 3. Met betrekking tot de spoorverbindingen, naast het investeren in Zwolle Herften, elektrificatie Almelo-Marienberg, stationsgebied Hardenberg, centrum en heropeningstation Bergentheim, wil ik bepleiten dat er een evenementenperron bij de evenementenhal in Hardenberg komt. Ik wil in herinnering roepen dat de gemeenteraad in Hardenberg daar in 2019 unaniem voor pleitte. Punt 4. En nu we toch toekomstgericht bezig zijn, wil ik ook bepleiten de realisatie van meer toekomstbestendige seniorenwoningen. Niet alleen zorgt dit voor blije toekomstige senioren, maar zorgt dit ook voor meer doorstroming op de woningmarkt. Tot zover. Dank u. U ook bedankt. Er zijn er vragen aan de heer Hartels. Dan heeft u een duidelijk betoog gehouden en waarvoor dank.
gaan wij door met de agenda. Agenda punt 4, zit in het meningsvormende deel dan, is de verplaatsing van de kano-vereniging Hardenberg-Vechtdal. Wie of wie wil graag het woord? Blijf van de arbeid, 50 plus, koers. Eigenlijk wil iedereen volgens mij gewoon het woord voeren. Nou, beginnen we bij onze nieuwkomers, 50 plus. Als nieuweling in de raad heb ik mij ingelezen in bepaalde stukken, zoals grondexploitatie, centrumplan, projectvechtpark, tientorenplan enzovoort, om tot inzicht en een mening te komen wat betreft het verplaatsen van de kanovereniging en de daarbij behorende besluiten, waaronder het verstrekken van kredieten die betrekking hebben op het nieuw te bouwen clubgebouw, kleedruimte en oefenvijver. 50 plus Hardenberg vindt het belangrijk dat sportverenigingen een onderdeel zijn en moeten blijven van de Hardenbergse gemeenschap. Het is goed om te lezen dat de stappen die tot nu toe zijn genomen om tot een aantal besluiten te komen in samenwerking is gegaan met de kanovereniging. Ik ga er dan ook vanuit dat er al een stevig fundament is gezet om samen te werken en het verplaatsen van de kanovereniging tot een succes te laten verlopen. Maar desondanks deze lovende woorden heb ik nog wel een paar vragen. De kredietaanvraag is in totaal 577.000 euro. Die verdeeld gaat worden over 4 verschillende kredieten. Te noemen grondexploitatie, vechtpark, tientorenplan en eigen financiering zelfredzaamheid kanovereniging. 50 plus vraagt zich af of 58.000 euro haalbaar is voor de kanovereniging. Kan de kanovereniging zichzelf hierin voorzien? En zo niet, gaat het plan dan nog wel door? De kanovereniging maakt inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn om het bedrag van 58.000 te behalen en indien mogelijk voorzien van een plan van aanpak. In de structuurvisie Vechtpark 2010 wordt ingegaan op de omgevingsaspecten. Hieruit blijkt dat het grootste gedeelte van het plangebied onder archeologie 4 valt. Dit betekent dat onderzoek nodig is bij bodemingrepen die groter zijn dan 500 vierkante meter en dieper dan 50 centimeter. Wordt hier rekening mee gehouden en zijn deze kosten hierbij inbegrepen? Dat was het. Dank u wel. Dan gaan we door naar meneer Jonkans, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben een aantal vragen, we hebben het stuk gelezen en we vonden het nogal... dat zat wel heel strak in zijn velletje. En we vroegen ons eigenlijk af, waarom zijn er niet wat meer locaties in beeld gebracht. Ik kan me voorstellen, er zijn volop alternatieven. En er is ook allerlei reden voor. Want je wilt in het vechtpark een aantal functies doen. Maar ook waar het net in de raadsvergadering ook al over ging, waar de heer Van den Berg naar vroeg over de uitbreiding van het vechtpark. Ja, er komen weer andere functies bij. Is het dan niet raadzaam om ook zaken wat te gaan concentreren in plaats van te versnipperen over allerlei plekken? Dus de alternatieve locaties. Is er bij die, als er dan wel een afweging is gemaakt van verschillende locaties, zijn daar dan ook de ecologische effecten meegenomen? En... Ja, de combinatie met andere watersportfuncties en eventuele toekomstige watersportfuncties. Ik bedoel, als er een nieuwe afmeerplaats voor bootjes moet komen die nu in grote getalen schijnen te komen, dan denk ik van, nou, leg dan een gezamenlijke faciliteit aan. En kun je dan niet naar andere plekken kijken, zoals de parkeerplaats naar de Troubadour. Die parkeerplaats is van de gemeente. S'avonds wordt die gebruikt door gasten van de Troubadour. En overdag zou je hem prima kunnen gebruiken voor mensen die willen gaan kanoën. En daarnaast vinden wij het eigenlijk ook wel veel geld. En zeker als je gaat kijken dat er bij Gramsberg ook nog allerlei zaken gaan plaatsvinden. En als ik kijk naar de website van de kanovereniging, dit zijn niet allemaal mensen die uit Heemse of uit het Hardenberg Centrum komen. Het zou ook gekeken kunnen worden of het niet toevallig bij Gramsbergen een hele goede plek is waar je dat zou kunnen realiseren.
daarop wil ik ook graag wel antwoorden. Dank u. Nou, we zullen de portefeuille zo horen en dan zullen we zien of u die krijgt. We gaan naar op koers.nu. Meneer Geesink. Dank u. Ik heb kennis genomen van het voorstel tot verplaatsing van de kanonvereniging naar het vechtpark. Voor mijn beeldvorming, zijn er cijfers bekend van over het gebruik van de wildwaterbaan? Hoeveel bezoekers dat trekt en hoeveel gebruik wordt gemaakt? En tevens, hoeveel leden heeft de kanonvereniging? Tevens komt er een kantine en een terras. Het dient dus een horecabestemming op te komen. Zou hier wat meer uitleg over kunnen komen? Of daar heel ideeën over zijn? In verband met de bouw van de appartementen op de oude zwembadlocatie is voor de verhuizing van de kanonvereniging de grondexploitatie een bedrag van €250.000 gereserveerd. Dit is in december door de raad goedgekeurd. Nu is het april en wordt er een bedrag gevraagd van €577.000. Dit is binnen een kort tijdsbestek een behoorlijke verhoging. Kunt u hier dit toelichten? Ter dekking van de investering van deze €577.000 worden diverse bijdragen aangegeven. Graag zou ik hier wat meer onderbouwing voor voorzien. De bouw van de openbare kleedkleding past dit in de doelstelling van het 10-toerenplan. En hoeveel geld is te besteden vanuit het 10-toerenplan? Dit waren in eerste instantie de vragen. Dank u wel. D66, meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Eigenlijk in aanvulling en misschien wel ter overlapping van de bevraging van de PvdA maakt onze fractie zich zorgen over de combinatie lesje en de natuurlijke waarde van het vechtpark, of überhaupt de vecht in die zin. Er zijn meerdere geluiden tot ons gekomen dat er zorgen zijn over de verdrukking van de natuur ten aanzien van het vrije tijdsgebeuren. En inderdaad zijn er alternatieven mogelijk wat ons betreft. En graag zouden we willen horen waarom die alternatieven niet meegenomen zijn in het voorstel zoals dat nu voor ons ligt. Tot zover. De VVD, meneer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Een paar aanvullende vragen nog, drie stuks, waarvan de eerste betreft de financiële risico's. Als wij het plan goed lezen, dan is de grond nog niet verkocht onder de CPO. Gedachte, dus dat is één. Twee is de aanbesteding, heeft ook nog niet plaatsgevonden. Daar zit nog een risico in, want we hebben eerder al geconstateerd hier dat de prijzen alleen maar omhoog gaan van de bouw. En dan in aanvulling op eerdere vragen, de eigen inbreng is ook nog niet opgelost, lezen we €58.000. Maar daarover later nog even meer. Of laat ik maar gelijk vertellen, want past deze 10% eigen inbreng nu in het beleid wat hier in de gemeenteraad doorgaans wordt aangehouden? Verwijzen naar andere verenigingen die vergelijkbare investeringen doen, is 10% genoeg? Als het om €600.000 gaat, is afgezet daartegen 10% voldoende om voor ook een vervolggedachte daarvan uit te mogen gaan? En tot slot nog de samenhang, het is al eerder aangehaald met bijvoorbeeld de watersportvereniging, afgekort de WSV, waar ondergetekende overigens lid van is, die hebben mij doen laten mailen dat ze toch wat teleurgesteld zijn. Die zeggen met u in gesprek te zijn geweest, zowel met de gemeente als met de kanovereniging over samenwerkingen. Want het zal nu ontgaan zijn dat ook de WSV allerlei gedachten heeft over havens en over plekken daarvan. En wellicht in de hele verparkinrichting was het niet ondenkelijk geweest om daarmee te overleggen en samen te werken. Datzelfde geldt ook voor wat meneer Van den Bergen eerder aanhaalde, het voornemen om aanlegplaatsen te construeren in de vecht. Wat ons betreft had het een logische gedachte geweest om daar één groot geheel van te maken. Één mooi gebouw wellicht of iets wat in ieder geval past bij zowel de ecologie, maar ook bij de economie daarvan. En met name ook de communicatie, want zij zijn nog steeds in afwachting van uw reactie op hun overleg met u. Dank u wel. Oh. Mevrouw Van den Hoek, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ik heb opdracht gekregen om een aantal vragen te stellen voor de straks nieuwe raadslid die het besluit met u gaat nemen. Een heleboel vragen zijn al gesteld. Maar wat ik moet vragen is hoe het zit met de ecologische structuur die daar ligt, flora en fauna. En of de situatie die daar is met bijvoorbeeld de patrijs en andere vogelsoorten die daar rondlopen. Of daar artikel 3.1 wet natuurbescherming niet wordt overtreden. En of de wethouder aan kan geven in hoeverre dat is onderzocht. En als dat niet zo is, of die dan zou kunnen overwegen in het licht van alle andere complexe vragen, of daar wellicht een onderzoek over kan komen. Dank u.
De ChristenUnie. Ja, dankjewel, voorzitter. Ja. Dat is al wel heel veel water door de wildwaterbaan gegaan, om het zo maar te zeggen. Even zien. We zijn ook wel even met het VVD benieuwd naar de status, zeg maar, van de bespreking met het CPO. Dus wellicht kan de wethouder ons daar wat meer over vertellen. Met betrekking tot de risicoparagraaf zagen we op een gegeven moment dat, indien er voordelen uit de aanbesteding komen, deze ten gunste vallen van de GREX. Maar mag ik het dan ook zo lezen dat, mocht er eventueel tegen nadelen zijn, zeg maar, uit die aanbesteding, komen die dan ook ten nadele van de GREX? Dus wellicht kan de wethouder daar wat over vertellen. Bij de financiële kaders zagen we op een gegeven moment tot twee keer toe dat er geïnvesteerd wordt in kleedruimtes. Kleedruimtes voor de kanonvereniging ter waarde van 136.000 euro. En ook nog eens een keer kleedruimtes algemeen ter waarde van 96.000 euro. In totaal een bedrag van ruim 230.000 euro aan kleedruimte. Wellicht kan de wethouder aangeven wat dan algemeen is. Hoe moet ik dat zien? Wordt het dan openbaar? Wat valt dan ten deel van de kanonvereniging? Bij de intentieverklaring staan er op een gegeven moment drie partijen sprake van. Dus de kanonvereniging, de gemeente en vervolgens ook het waterschap. Maar bij de ondertekening mis ik iets van het waterschap. Dus is ook de waterschap nog steeds uitdrukkelijk een partij die, zeg maar, deze intentieverklaring mede ondertekent. En ter aanvulling ook van wat de VVD al geroepen heeft met betrekking tot de samenwerking ook. Ik heb ook inderdaad begrepen dat de WSV, zeker in het begin, deze gesprekken ook mee heeft gevoerd. En we zien in zijn algemeenheid, hè, als we kijken naar dorpshuizen, gymzalen, hè, steeds worden, zeg maar, functies bij elkaar gevoegd om op een gegeven moment, nou ja, efficiënt met middelen om te gaan, efficiënt met ruimte. En we vragen ons ook af of dit ook serieus is onderzocht met de watersportvereniging. Tot zover in eerste instantie, voorzitter. Dank u wel. En last but not least, mevrouw Soeten. Ja, voorzitter. Ten eerste wil ik aangeven dat wij als CDA-fractie enthousiast zijn over de verplaatsing van de kanovereniging naar het Vechtpark. Enerzijds omdat hiermee de ontwikkelingen gerealiseerd worden rondom de oude zwembadlocatie. Anderzijds omdat een impuls te geven aan de leefbaarheid van het Vechtpark, waarmee we ook goede voorzieningen realiseren voor de wildwaterkanobaan. Voor wat betreft de plannen heeft onze fractie wel de volgende vragen en een aantal daarvan is al genoemd. Het college geeft een risico weer ten aanzien van de aanbesteding. Onze vraag is, hoe groot is dit risico? En aanvullend de vraag, hoe recent is deze doorrekening uitgevoerd? Daarnaast moet de kanovereniging zelf een bedrag van 58.000 euro bij elkaar krijgen. En net als anderen vragen wij ons af, is dit te realiseren? Er wordt voorgesteld om 50.000 euro vanuit het budget Vechtpark als dekking voor de investering te gebruiken. Onze vraag is of het budget van het Vechtpark in oorsprong ook bedoeld is om projecten als realisatie van een kleedvoorziening te financieren. Daarnaast zijn wij nog benieuwd of de huidige parkeersituatie rondom het Vechtpark voldoende is voor de nieuw te realiseren situatie. En als laatste, er zijn meerdere partijen die initiatieven ontplooien in en rondom het Vechtpark. Bijvoorbeeld de watersportvereniging Hardenberg. Wij hebben ook die mail ontvangen en wij vragen ons af, is er met hen gesproken over de verplaatsing en over de financiële voordelen die je zou kunnen behalen door gezamenlijk gebruik te maken van deze voorzieningen. Tot zover, dankjewel. Dank u wel. Boel vragen. En als het goed is, heeft de heer Prinsen overal een antwoord op. Althans op deze vraag. Yes. Voorzitter. De verplaatsing van de kano, maar het begin is natuurlijk de vrijgekomen locatie van het zwembad. Een toplocatie om te wonen, zo wordt het door heel veel mensen ervaren. En al een tijd geleden zijn er de nodige initiatiefnemers bij ons gekomen of ze daar een CPO, collectief particulier opdrachtgeverschap, project mochten draaien. Nou, ik heb uw enthousiasme daar waar het ging over Bruchtenveld, een veel kleiner plan, mogen vernemen. En vanuit die gedachte vonden wij het ook een hele goede gedachte. Hebben ook ons best gedaan, want er lag eigenlijk nog iets van een contractafspraak met andere partijen om dit deel daaruit los te weken. Initiatiefnemers voor dat project zijn aan de slag gegaan, zijn met plannen gekomen en hebben veelvuldig met ons van gedachten daarover gewisseld. En mondeling hebben wij overeenstemming bereikt over de aankoop van de locatie voor het CPO. Waarom dan nog niet schriftelijk of middels een intentie?
Nou, er moet een VVE moet daarvoor opgericht worden. En juridisch is het niet waterdicht als je met een deal sluit met een VVE in oprichting. Ja, dus dat geldt onvoldoende. Maar we hebben er volop vertrouwen in dat dit goed komt, dat dit voor elkaar komt. Mocht dat niet zo zijn, dan is de grond van ons en het is een unieke plek. Dan komt er wel een volgende om het op die plek iets moois te realiseren. Dus dat risico acht ik niet zo groot. Ik had u graag vanavond een getekende overeenkomst gepresenteerd, maar die is er niet. Ja, afgelopen week zijn er nog veelvuldig contacten geweest. En sinds afgelopen vrijdag staan de resterende appartementen, waar nog geen optie op is, waar nog niet een aanbetaling voor is gedaan, staan op Funda. En nou, het is even afwachten of het resterende, of dat ook snel aan de man komt. Maar ik ga ervan uit dat dit een goede ontwikkeling is en dat de mondeling overeenkomst, dat die dicht genoeg is. En nogmaals, als achtervang, er komt altijd een ander voor die locatie, want er zijn meer geïnteresseerden. Als je dan die plek wil verkopen en de kano-vereniging zit in de weg, dan moet je daar iets mee. Die hebben nog een erfpacht, of een huurovereenkomst, mag je het ook noemen, van 26 jaar. Dat is ooit in het verleden, voor uw tijd als raadslid, maar ook voor mijn tijd als wethouder, zijn daar ooit afspraken over gemaakt. En dat hoor je ook als een goed huurbaas, hoor je dat netjes na te komen. Nou, er zijn allerlei gesprekken geweest, ook met de watersportvereniging daarbij. Uiteindelijk is er na heel veel locaties gescand te hebben, want je kunt niet op elke plek zitten, want je moet wel met kano's van een gebouw naar het water, dus het water het liefst dichtbij, is er gekozen voor de plek zoals die nu in dit voorstel staat. Waarom deze plek? Nou, in het stuk spreken we ook al over een stukje synergie. Hè. We hebben een prachtige wildwaterkanobaan. Alleen, je moet je op de parkeerplaats achter een auto of in de bosjes moet je omkleden. En er was nog steeds een wens, zeg ik maar even vanuit het vechtpark, om daar juist een goede voorziening te hebben. Nou, die twee zaken kun je heel goed combineren. Nou, dat heeft u ook in het stuk gelezen. En is dan het gesprek met de watersportvereniging Hardenberg, is die dan nu ten einde? Nee, het voert nu op dit moment te ver, want het college is zelf nog met een analyse bezig van als straks die vecht bevaarbaar wordt, waar komt dan die haven te liggen of die haventjes? Moet dat een haven zijn voor passanten of moet dat een haven zijn waar ook mensen kunnen verblijven en voorzieningen hebben? Nou, daar kun je nog de nodige combinaties maken met datgene wat we nu gaan bouwen. Want wat gaan we bouwen? Dat heeft u gezien, dat is een clubhuis. Kleedgelegenheid voor de kanovereniging en een deel wat aan de buitenkant zit wat openbaar toegankelijk is. Dat is verschil. Ja, er werd door de ChristenUnie gevraagd, wat is nou het verschil tussen het ene en het andere? Eén is openbaar toegankelijk, andere hoort bij de club. En als je douche- en toiletvoorzieningen hebt, dan zou je straks ook heel goed kunnen kijken als we met de mensen van de watersportvereniging verder praten over wat kunnen we nu aan havenfaciliteiten realiseren. Voor overnachting bijvoorbeeld, dan zou dat, dan wordt dat, zo hebben we dat in het college afgesproken, wordt dat meegenomen. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Als ik de wethouder goed beluister, denkt hij na over een toekomstige mogelijke combinatie met het haventje en het plan zoals het nu voor ligt. Dat plan dat is nabij de brandweerkazerne gesitueerd, als ik het goed heb gezien. Dat betekent toch een aardig eindje van het centrum af. En als je het hebt over een synergiewerking, dan mis ik in ieder geval nu de synergie met toerisme en de binnenstad. Kunt u daar wat nader op duiden dan? Ja, ik heb in mijn verhaal, misschien heb ik dat wat te snel aangegeven. Maar je kunt gaan voor de één havenfaciliteit, dat is nog niet zo makkelijk. Want je kunt niet op elke plek hier in de vecht, in de stad, kun je zomaar een haven aanleggen. Dat heeft met dichtslippen te maken, dat heeft ook met, je mag de stroming van het water niet te veel blokkeren. Er zijn allerlei regels voor. Ja? Dus je zou ook, en we hebben wel eens een discussie gehad, zonder dat dat nu al in formeel is bekrachtigd, dat je zegt, nou, als mensen een doortocht maken en een dagje Hardenberg aan doen, dan moeten ze op een plek hebben dat ze heel dicht bij het centrum zitten. Ja? Dat zou in de buurt kunnen zijn van het huidige haventje. Maar iedereen weet hoe snel die plek verzandt ook, hè? Dus dichtslipt. En je kunt kiezen voor een plek. En dan moet je natuurlijk wel aan wat infrastructuur denken. Niet maar zo vanaf de boot een stik in de grond gooien bij de vechtoever om te zeggen, nou, hier ga ik vannacht liggen. Daar hoort dan ook een stukje infrastructuur bij. En die kun je dus zo positioneren dat je
het gebouw wat je nu daar neerzet, dat de faciliteiten die daarin zitten, dat die ook gebruikt kunnen worden voor degene die een overnachting willen maken in Harderwijk. Maar dat is nog een klein beetje toekomstmuziek. Ik zeg niet dat het 100% zo gebeurt, maar het is wel een van de scenario's die verder moet worden onderzocht. Ja, dat is even het verhaal over de plek. En dan hoor ik van alles over ecologie enzovoort. Als u het bestemmingsplan, de Molengoot heet die volgens mij, als u die erop naslaat, toen hebben we al de rode contouren aangegeven van, ja, we willen iets in het Vechtpark. En dat willen wij niet alleen, ook het waterschap, daar was ook een vraag over. Ook het waterschap is het daarmee eens. En in het bestemmingsplan is daar al ruimte voor gecreëerd. En er zijn allerlei functies, hebben al ooit eens de revue gepasseerd van wat daar zou kunnen en wat daar niet zou kunnen. Dus die onderzoekingen zijn allemaal afgerond. Behalve, ik denk dat de archeologie, dat altijd onderdeel is van een onderzoek bij een omgevingsvergunning bouwen. Ja, kun je dan niet het troubadourterrein daarvoor inrichten? Dat zou onszelf toch voor wat problemen plaatsen, want dat terrein is nog onderdeel van een van de projecten uit het centerplan. Daar komt nog een ontwikkeling. En of dat dit jaar is, of volgend jaar, of over 5 jaar, dat laat ik hier in het midden. Maar het is wel bedoeld om daar nog een ontwikkeling te gaan realiseren. Dus dan is die mogelijkheid is ook meteen van de baan. Maar dit is toch ook een ontwikkeling? Ja, dat is waar. Maar wij bedoelen een andere ontwikkeling. Ja? Dus heel scherp van u, heer Jonkers, kunt wel zien dat u vanavond waarnemend fractievoorzitter bent. U bent er wel echt op gebrand. Ja? Goed. Is het, ja, de financiële middelen, hoe kan het dat je in november, december, de grondexploitatie goedkeurt voor ongeveer 250.000 euro en dat er nu opeens meer geld beschikbaar is? Nou, die 250 moet je lezen als 375, want die 75 en die 50 uit andere potten horen daar al eigenlijk bij. Maar goed, wij waren zelf ook wel verrast toen wij met de kengetallen die we normaliter hanteren en daar de nodige opslagpercentages over moesten doen vanwege ontwikkelingen in de markt, ja, dat we op dit bedrag uitkwamen. Dat is best een fors bedrag. En u hoort mij ook niet zeggen dat het daar helemaal voor gaat lukken, want die aanbesteding moet nog gewoon lopen. We doen het in de volgorde zoals we het altijd doen. U stelt een krediet beschikbaar en wij gaan de dingen doen die we moeten doen. Daar hoort onder andere een aanbesteding bij. En wat we wel overwegen is design- en beeldaanbesteding, dat wij de prijs aangeven. En aan de markt vragen, kunt u voor die prijs een gebouw leveren die prestaties levert. Dan heb je iets meer controle, maar u hoort mij niet zeggen van, ja, we weten 100% zeker dat het past. Als u gisteren de krant gelezen heeft, daar heeft u ook kunnen lezen dat er een 5% salarisverhoging en loonsverhoging aan zit te komen voor de bouwsector. Nou, tel uit je winst. Dus dit is een voorlopige raming, zoals we die altijd ramen. En soms zitten we eronder en soms zitten we erboven. Daar zult u op dit moment mee moeten doen. Meer zekerheid kan ik u op dit moment niet geven. Dat is een mooi moment om dan meneer Stelpstra nog even een extra vraag te laten stellen. Ja, ik vind dat wel bijzonder wat u nu zegt. Want als ik het stuk lees, dan sorteert u voor op een voordeel op de aanbesteding. En nu bent u ons aan het voorbereiden op een nadeel op de aanbesteding. Of interpreteer ik uw woorden nou onjuist? Ja, ik denk dat u ze verkeerd interpreteert. U mag lezen wat u leest. Ja, daar ga ik namelijk niet over. Maar wat ik probeer aan te geven is dat wij op basis van de kengetallen zoals we die normaal hanteren, met de opslagpercentages zoals op dit moment in de markt zitten, zo hebben we deze prijs bepaald. Maar het zegt op dit moment niks van hoe de markt het oppakt. Ja, het kan zijn dat iemand even een klus nodig heeft voor een paar maanden en denkt, deze wil ik wel doen. Het kan ook zijn dat er weinig honger is in de markt en dat zien we om ons heen. Ja? We zien projecten waarin 5 partijen meervoudig onderhands worden gevraagd en op voorhand al 3 partijen zeggen, ik doe liever even niet meer, want ik heb genoeg. Ja? Dus het is een beetje een grillige markt. En als u eruit leest dat we misschien een voordeel hebben, nou, dan is dat wat te positief geschetst wat mij betreft op dit moment. Nou, het staat gewoon letterlijk in het stuk. Hè? Ik bedoel, ik wil het er wel even bijzoeken, maar het staat letterlijk, als er een aanbestedingsvoordeel is, komt dat ten gunste van de Greks. Nee, maar als. Ja. Ja? En want er was ook een vraag, als het een nadeel is, komt dat dan ten laste van de Greks? Ja. Ja? En want de Greks, hij valt dan onder de Greks centrumplan Harderberg, daar zit een positief resultaat in van, nou, ik doe het even uit mijn hoofd, om en bij de 2 miljoen. Nee, ja? Goed, maar waar het mij om gaat is, als ik het stuk lees, dan zou je denken, hé, er komt een aanbestedingsvoordeel uit en ik zit nu naar u te luisteren. En dan schetst u toch een heel ander beeld, waarmee u toch iets meer risico inbouwt.
Nou, en eigenlijk mijn advies zou zijn, hè, voor mensen die zo interpreteren als ik dat doe, om dat helderder in het stuk neer te zetten. Ja, maar er staat wel het woordje als voor. Maar als u de behoefte aan heeft dat ik die positieve lading eruit haal, dan zal ik hem aanvullen met, en als het een negatief resultaat heeft, dan komt het ook ten laste van de gerechts. Als u daarmee, als dat u helpt, dan doe ik dat graag. Het gaat mij meer om dat de risico's worden beschreven zoals ze zijn. Ja, nou, ik zou graag de risico's willen beschrijven zoals ze op dit moment zijn, maar de markt is in een dusdanig stand dat het gewoon heel lastig is. 2 jaar geleden had ik bijna mijn handen voor in het vuur durven steken dat dit het bedrag is en dat we het daarvoor zouden doen. Op dit moment, gegeven ontwikkeling in de markt, maar ik ga ervan uit dat u ook niet wereldvreemd bent en ook het nieuws volgt. Ja, dan zie je dus bewegingen, hè? Het onderwijsgebouw 40% boven datgene wat begroot werd in het verleden. Dus ja, ik waag me er niet voor 100%, dan laten we dat eventjes dan zo vaststellen. En ik zal op uw verzoek de tekst daar even op aan laten passen, zodat u niet op het verkeerde been wordt gezet. Maar dat staat er dus allemaal niet in. Dus... Wat staat er niet in? Nou, al die armslagen die u nu maakt, van dat het toch allemaal wel geweldig tegen kan vallen, dat staat gewoon niet in het stuk. Nee, ik zal daar een zin over opnemen. Ja? Goed, is die 58.000 haalbaar? Nou, daar hebben we overleg over gevoerd met de Kanovereniging. En die heeft daarmee ingestemd. En een van de dingen waar ze gebruik van kunnen maken is een subsidieregeling die PI, Particulier Initiatief Sport, heet. Dat doen meerdere sportverenigingen. Ja, dus daar zit ook nog een mogelijke bijdrage voor. En de rest is voor een deel ook zelfwerkzaamheid die ze zullen doen. En is dat nou altijd 10%? Nee. Bij een voetbalvereniging, daar kunnen ze veel meer aan zelfwerkzaamheid doen. In de regel, en dat doen ze ook, dan bij een atletiekvereniging of bij een kanovereniging. Want dan gaat het vaak toch om kinderen en hun ouders. Terwijl je bij een voetbalvereniging en andere sporten direct met leden te maken hebt. Dus dat is toch, in dit soort, bij voetbal en privatisering van clubaccommodaties hebben we altijd één wat generieke regel. En in dit soort dingen, hebben we ook bij de atletiekbaan gedaan, zul je toch een stukje maatwerk moeten leveren. Dat 10-torenplein, dat is geen geld van ons, dat is eigenlijk geld van het waterschap. Er worden 10 van, noem het maar, belevingspunten in het Vechtdal, niet alleen in onze gemeente, maar ook in de buurgemeenten worden daar gerealiseerd. En hoeveel geld er in die pot zit, ik zou het niet weten, maar men is bereid om 75.000 beschikbaar te stellen voor deze plek, om zo ook beleving in het Vechtdal te creëren. En dat was ook een van de uitgangspunten van ruimte voor de rivier, Vechtdal enzovoort. Ja? Even spieken. Volgens mij heb ik het meeste wel gehad. Ja, dacht ik wel ongeveer. Ik zie meneer Jong wel eens in elk geval nee schudden. En ik zie de vinger van meneer Odink. Zijn dit vragen die in deze ronde nog niet beantwoord zijn, of heeft u behoefte aan een tweede termijn? Maar dat is even... De eerste. Dat zijn vragen die nog niet beantwoord zijn. Okay. Ja, u had een vraag over het waterschap. Het waterschap, of die voldoende is aangehaakt, of die de intentie geronden tegen het waterschap, is akkoord met datgene wat wij hebben afgesproken met de Kano-vereniging. En dat betekent dus ook dat ze mede zullen ondertekenen? Geen idee. Dat vind ik ook niet het belangrijkste. Als zij maar akkoord zijn, en dat hebben ze elders al verklaard. En of dat nou in die intentie zit, maakt mij niet zoveel uit. En dan hadden we nog een vraag met betrekking tot of de portefeuille ons even kan meenemen met de besprekingen zoals die met de watersportvereniging zijn gehouden. En in hoeverre ook daar zeg maar, uitputtend is gekeken om met die clubs zeg maar, samen te werken. Ik weet dat er ambtelijk gesprekken zijn geweest. Ik ben er zelf niet bij geweest, zoals ik wel vaker niet bij gesprekken ben. Dus als u mij toestaat, zal ik daar kort iets over in het verslag opnemen, hoe dat is gegaan. Ja? Want anders moet ik er een slag naslaan en dat zou ik niet willen. Ga ik even een rondje maken. Zijn de vragen van de ChristenUnie op dit moment beantwoord? In de eerste termijn? Ja. Meneer Gerling. Ja, voorzitter, de VVD-fractie zal iets dieper willen ingaan op de financiële paragraaf, maar dat kan wel meer ook in de tweede termijn dan. Oké, bewaren we die. Meneer Jonkans, meneer Geestig zoekt erop. Meneer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de vraag van de ecologische onderzoeken, die zijn wel, en de ecologische effecten, die zijn wel erg sumier beantwoord. U verwijst daarbij naar het bestemmingsplan Molengoot en dat is het dan. Terwijl, en ook door de GroenLinks-fractie zijn vragen gesteld
Ook ten aanzien van de wetgeving daarvan. Ik zou toch graag willen dat de wethouder daar nog even wat dieper op inging. Zullen we ze gelijk beantwoorden? Dan weten we ook zeker dat ze beantwoord worden. Ja, dat is goed. Kijk, wij hebben bij het maken van het bestemmingsplan de Molengoot, daar hebben we bewust dit opgenomen. Ja, en daar heeft u kennis van genomen. En dat is toen in samenspraak met het waterschap en andere partijen hebben daarop kunnen reageren. En dat is niet gebeurd in die zin dat wij dat dit zonder zienswijze is aangenomen door uw raad, min of meer. Ja? En wat staat er in dat bestemmingsplan? Er staat in dat daar een rode contour ligt en binnen die rode contour mag er gebouwd worden. Ja, we hebben een wildwaterbaan, dat is er niet om naar te kijken, dat is juist om in te sporten. Ja? En om die voorzieningen, ja, dat hoort toch wel één op één een beetje bij elkaar, zie ik niet in waarom er nu nog weer aanvullend onderzoek zou moeten komen, omdat dat onderzoek is in feite toen gepleegd. Anders hadden we dat bestemmingsplan er nooit kunnen maken. Ja? En dat bestemmingsplan geeft ruimte. Ja? Er is zelfs wel gesproken in die tijd over het bouwen van een hotel op die plek. Dat behoort dus ook nog steeds tot de mogelijkheden. Ja, en dat bestemmingsplan voorziet in die mogelijkheden. Ja? Ja, maar u spreekt nu over het bouwen van een hotel. Nou, volgens mij ligt dat plan hiervoor. Nee. Er ligt nu een plan voor de verplaatsing, ja, van een kanovereniging. Nou, gebruikt u die locatie daarvoor? Ja, dat is een deel weg van die locatie. Maar mijn vraag was van, goh, wat zijn nou de ecologische effecten en met name op beschermde dieren die daar inmiddels ook zijn gevestigd? Geen idee. Ik zou het op dit moment echt niet weten. Ik zou er een heel lang verhaal over kunnen houden, maar dat hebben wij niet gedaan. We zullen waarschijnlijk bij de bouwaanvraag zullen we nog een paar dingen moeten onderzoeken. Ja? Maar de dingen die onderzocht zijn in het kader van het bestemmingsplan, was ik niet voornemens om opnieuw te onderzoeken. Want dan blijven we aan het onderzoeken. Dus archeologie vind ik zo'n onderwerp. En als de NB-wetgeving erom vraagt, natuurbeschermingswet, als die erom vraagt om nader onderzoek te doen, dan zullen we dat zeker doen. Maar volgens mij is het bestemmingsplan, in de bestemmingsplanfase, is dat voldoende meegenomen. Maar welke criteria zijn er dan meegewogen bij de afweging van de diverse locaties? Waar u sprak van veel, ja, locaties zijn, ja, gescand. Nou, ik ben er wel benieuwd op welke criteria. Nou, een van de criteria is natuurlijk altijd, ligt het dicht bij het water? Is het ook voor kinderen die kanolessen hebben? Ja? Je kunt het moeilijk in de woestijn doen of in de Sahara en ommen. Ja? Ik zie de voorzitter lachen. Ja? Dus dicht bij het water. Is het toegankelijk voor kinderen? Dus er komt niet voor niks op deze plek. En dat is ook wel een wens die ze al veel langer hebben. Dat kinderen in een wat veiliger omgeving kunnen oefenen. Dus ook met het waterschap is overeengekomen. Dat die plas die daar ligt, dat wordt vergroot tot zeg maar een klein meertje. Zodat de kinderen daar ook hun lessen kunnen krijgen. En ja, welke plek is geschikt? We hebben deze plek geschikt geacht voor activiteiten. Ja? Bestemmingsplan staat ertoe. Ja, dan is het wel wat lastig als we dan achteraf moeten concluderen en zeggen van ja, deze plek nemen we maar niet mee in het onderzoek. Omdat, nou, dit vinden wij, samen met de kanovereniging, vinden wij dit de beste plek om de kanovereniging te huisvesten en hier zijn ding te laten doen. En ik zal ook in het verslag opnemen wat er aan ecologisch onderzoek is gebeurd of wat er nog gaat gebeuren. Want dat weet ik niet. Genoeg voor meneer Jonkans te zien dan meneer Geesink. Een van de doelstellingen is om de levendigheid in het vechtpark te verhogen. Tenminste, ik had ja, gevraagd gesteld over over cijfers bekend zijn over de gebruik van de wildwaterbaan. Ik heb de cijfers van de wildwaterbaan niet. Ja, ik weet ook niet of die bijgehouden worden, want mensen kunnen er gewoon met hun auto naartoe rijden en daar hun ding doen. Nee, maar ik snap het, als de levendigheid, ja, verhoogd dient te worden, dan neem ik aan dat het ergens aan afgemeten dient te worden. Ja, nou, dat is niet alleen aan het aantal bezoekers, maar ook aan de verschillende activiteiten die mensen daar kunnen gaan doen. Dus die cijfers weet ik niet en worden volgens mij ook niet bijgehouden, okay, in dit huis. En voor wat betreft de kanovereniging, ik doe het even uit mijn hoofd, ik kijk ook even naar de tribune, rond de 70 leden. Ja? Nou, rond de 70 leden. Over de horeca? Is daar iets over bekend over de horeca? Er komt op zich geen horecavergunning, want het wordt geen horecagelegenheid. Het is puur alleen een kantine met het clubhuis voor en ze gaan geen koffie schenken aan passanten en zo. Het is alleen voor de eigen leden. Het is alleen voor de eigen leden om daarna aflopen wat te kunnen drinken. Ja? Helder.
Er is volgens mij behoefte aan een tweede termijn, want ik zie meneer Gerring al helemaal klaar. Zijn er nog meer mensen die voor de tweede termijn iets bewaard hebben? Nee, alleen meneer Gerring? Nou, meneer Gerring. Had ook in de eerste termijn gemogen, voorzitter, maar u bent altijd zo formeel dat ik dan moet wegen of er nieuwe vragen zijn of nog niet beantwoorde oude vragen. Ik wil toch even verder op de eigen situatie, want ik heb wat technische vragen gesteld ter zake de ondergrond. Hè. Wat u eigenlijk doet, is u verkoopt de grond, of die wilt u graag verkopen, aan het CPO. Maar de grondpositie die verkregen moet worden om de nieuwe locatie mee te nemen, die staat in het financiële plan niet meegenomen. En op mijn technische vraag wat daarmee gebeurde, werd cryptisch geantwoord dat u daar de regie over ging houden. Ik denk dat dat een interessant punt is. Dus punt 1, denk ik voor het totale financiële plaatje dat de waarde van die ondergrond wel moet worden meegenomen. Om te zien wat is nou de totale investering. En wie koopt die grond? Hè? Gaat u die kopen? Doet de kanonvereniging dat zelf? Want ik krijg een beetje het gevoel, als het hele gesprek zo volgt, hè, u raakt ook licht geagiteerd daarin, licht zeg ik. Is dat hier een situatie ontstaat waarin een kanonvereniging een erfpachtconstructie heeft, die ooit is afgesproken op een fantastische locatie. En dat eigenlijk die dus structuur u nu wat in de weg zet om heel scherp te onderhandelen. Want de kanonvereniging zegt eigenlijk van nou, wij zitten hier prima en als we weg willen, dan gaat je dat geld kosten. En als ik hem even doorreken, die 70 leden, die de VVD natuurlijk ook van harte overigens een nieuwe locatie gunt, maar als je daar de grondcomponent nog bij doet, dan is het wel een hele grote investering die daar gedaan wordt voor een paar mensen die daar gaan kanoën. En nogmaals, we gunnen dat van harte, maar het is toch ook wel een precedentwerking. We hebben het er vaak over hier. Hè. Wat kun je in het vervolg ontlenen aan eerdere besluitvorming? En dan vinden wij toch dat daar wat meer uitleg mag komen. En als u zegt van ja, het is zo, wij moeten die grond daar kwijt en het is een uitzonderingspositie. We zijn gedwongen om daarmee te handelen en er zaten handige jongens die hebben het zo uit onderhandeld dat wij niet heel veel te kiezen hadden. Dan is dat voor de toekomst nog een... Ik weet niet of het een sterk argument is, maar in ieder geval een argument. Maar wij voelen wel duidelijk de behoefte aan duidelijkheid. En er komt nog bij dat we eigenlijk heel vaak kiezen voor die erfpachtconstructie. Juist om sportverenigingen hun eigen broek te laten ophouden. En ik denk dat het een goede overweging is voor het vervolg om in de gaten te houden. Dat als je dan diezelfde sportvereniging daar weg wil hebben. Ook een tennisbaan, ook een korfbalvereniging of iets van die aard. Dat je dan dus wel in de voet geschoten kan worden door je zelfgekozen erfpachtconstructie. Want dat ligt volgens mij hier wel redelijk aan de hele besluitvorming ten grondslag. Beste keer knopje, even kijken. Dank u wel. Mevrouw Soeten had ook... Ja, we hebben nog een korte vraag. We willen graag meer duidelijkheid over de parkeerplaatsen. Of dit voldoende is rondom het Vechtpark. Oké. Okay. Dank u wel. Meneer Prinsen. Wat heeft er nog aan staan? Oh nee, doet het al. Oh, dat is toch wel een nieuwe techniek. Ja, de heer Gerring heeft het over grond, ondergrond van het CPO. Terrein is van ons, hè, die verkopen we. Nou, het bedrag is volgens mij via de vragenronde ook wel bij u gekomen. Als we het niet verkopen, dan mist u die opbrengst, hè, dat moet je ook goed realiseren. De grond onder het gebouw voor de kanonvereniging is van de gemeente. Ja, heeft gewoon agrarische waarde, 5 euro de vierkante meter, zo ik weet niet precies waarvoor het in de boeken staat. Ja? En... Ik durf te zeggen, uw stelling van dat ze goed onderhandeld hebben, dat wil ik wel onderschrijven. Maar wat ik ook aan wil geven, er lag eerst een programma van wensen waarvan wij hebben gezegd, ja, daar zal u toch even flink doorheen moeten, want dat gaat hem niet worden. Dus er is het nodige door de kanovereniging op ons verzoek en met, laat me zeggen, hun instemming, als hadden ze niet geschrapt, is er uit een programma van wensen gewoon, is er fors geschrapt. Ja? Dat je... Je kan nog een erfpacht looptijd hebben van 26 jaar. Ja, dat kan interessant zijn, maar we hebben ook iets van, ja, als wij een sportvereniging, als we het terrein van een sportvereniging nodig hebben, dan kun je ze niet op straat zetten. Ja? Dat doen we nergens. Ja? Dat doen we ook niet als we een woning van een burger nodig hebben of een bedrijf voor een bepaalde uitbreiding. Dan gaan we daar ordentelijk mee om. En dat doen we in deze ook. Ik neem uw opmerking van erfpacht, wil ik nog wel even ter harte nemen. In de zin van dat we even kijken van, is dit nou de constructie waarop dat moet? Of is dat, kunnen we dat ook op een andere manier doen? Ja, dat wil ik wel even laten bekijken. Een van de dingen die er ook speelt is, en die vraag heeft u wel niet gesteld. Dus ik geef nu antwoord op een niet gestelde vraag. Ja? Wat gebeurt er als het gebruik verandert?
Ja, dan komen ze langs de gemeente, zie de Krim. Wat gebeurt er als de sportvereniging ophoudt te bestaan? Dan vervalt het terug aan de gemeente. Ja, dat is een voorwaarde die wij er ook altijd bij doen. Maar de vraag was volgens mij wel gesteld, want u geeft geen antwoord op de vraag. Wat gaat er met die grond gebeuren? Moet u die kopen of is die grond van de nieuwe... Nee, die grond is van ons. Oh, maar omdat het waterschap erbij zit, was er misschien even... Ja, maar waterschap die is eigenaar van, ik zeg altijd maar, die bepaalt het stroomgebied. Maar de gronden die daar liggen, die zijn in ons bezit. Ja, maar die zou je dan toch voor de totale investeringswaarde, wat mij betreft, hebben mogen meenemen in het plaatje. Nou, ja. En waar ik nog even bij, en daar gaat u aan voorbij. Hè? Waar ik naar zoek is eigenlijk de gedachte waarom je, laten we zeggen, een tennisvereniging die met 1000 leden voor 500.000 euro een nieuw tennispark wil hebben, waarom dat hier een grote overweging is. En hoe we dan met eigenlijk een wat minder grote overweging voor 70 kano's, nogmaals, die we ook de kano-faciliteiten van harte gunnen, maar toch de rechtvaardigingsgrond voor een zoveel grotere investering afgezet tegen het aantal leden wat daar gebruik van gaat maken. Ja. Ja, voorzitter, dat vind ik eigenlijk ook wel een heel interessant punt. Daar hebben wij ook wel mee geworsteld. Hè. U geeft net aan, hè, we hebben normen en dit gaat ver buiten die normen. En dat maakt het voor ons ook wel moeilijk om de investering te kunnen wegen. En in die zin is het mooi dat u een vraag beantwoordt die niet gesteld wordt. Maar dit is denk ik wel de hoofdvraag. Ja. Kijk, als de kanovereniging op de huidige locatie bij ons was gekomen en hadden gezegd van nou, we willen een nieuw clubgebouw en een nieuw kleedgebouw, wat wil u daarvoor doen? Ja? Dan waren er niet dit soort bedragen uitgekomen. Dan hadden we gezegd, we zien de noodzaak niet. Ja? U hoeft wat ons betreft niet te verkassen, maar willen we nu de ontwikkeling op de locatie, willen we die mogelijk maken, dan zullen ze wel moeten verplaatsen. Dus er is de oorzaak voor die investering is gewoon een hele andere dan we normalitair hebben bij privatisering van de sport. Ja, en of het dan 70 leden zijn of 80, ja, daar kun je een hele discussie over hebben per lid. Ik bedoel, we hebben vaker gehad, we hebben een fietscross verplaatst omdat dat die op trein zat waar wij iets mee wilden. Daar hebben we ook een behoorlijke bijdrage gedaan, terwijl ze toen op dat moment 35 leden hadden. Ja, omdat de noodzaak een ander is of de oorzaak een andere. Maar mag ik nog even, want ik vind het toch wel belangrijk om dat dan te constateren. Want daarmee zegt u eigenlijk van ja, gezien de positie waarin we zaten, zijn we vanwege de erfpacht. En u deed net voor, ja, we zijn eigenaar van de grond. Maar goed, als er een erfpachtconstructie op zit, dan kun je er niks mee. Hè? Dus want dat vind ik belangrijk voor een vervolg. Hè? Want als hier een volgende club staat die een investering wil doen, kun je zeggen, ja, dat was geen graadmeter, omdat daar nu eenmaal gebouwd moest worden. Dat is het een uitstekende financiële basis had. Nou ja, is er inderdaad iets gebeurd waar we binnen de kaders, hè, binnen de normale kaders, want u zegt het net zelf, hè, hadden ze op de huidige locatie willen verbouwen, nou, daar hadden we gekeken en was een ander gebouw geweest. Ja, dan kunnen we dus dat constateren, dat het CPO, prima is, zijn we het ook over eens, hè, dat daar een gebouw voor zich uitstekend en dat die kanovereniging al een hele goede deal uitgehaald heeft, daar zijn wij niet tegen. Maar we vinden de constatering wel een hele juiste die u doet, dat in ieder geval een opvolgende vereniging niet kan verwijzen naar de investering in de kano-accommodatie. En ter aanvulling, voorzitter, daar hebben we ook wel een paar voorbeelden van. Toen Korfbal Klooster H bij ons kwam omdat ze graag wilden privatiseren en met een kleedgebouw en een clubgebouw zaten, toen hebben we voor een vereniging die meer leden heeft dan waar we het nu over hebben, hebben we 34.000 uitgetrokken. Ja, en hebben ze zelf heel veel werk moeten verrichten. Ja, omdat ze hoefden niet te verplaatsen. Dus we hadden geen enkele reden dan alleen maar een stukje kwaliteit bieden voor kleedgelegenheid. Nou, toen hebben we ook bedragen gehanteerd die volgens ons beleid staan. Maar dit is een uitzonderlijke situatie. Mag ik eens afsluiten opmerken? Het zou mij dan wel plezieren dat u in ieder geval nu geen erfpachtconstructie meer afspreekt met de Kamervereniging. En dan gewoon zegt van wij zijn eigenaar van het gebouw, we zijn eigenaar van de plek. En mocht er wat gebeuren, dan hoeven we niks meer af te spreken daarover. Want het is een prachtlocatie. Als u nog wel wil doen daar, gaat u nog veel meer kosten, denk ik. Ik zal kijken wat ik kan doen en ik kom daarop terug. Er werd een vraag gesteld over parkeren. Er is parkeergelegenheid voldoende, want op het terrein van de brandweerkazerne, daar zal geparkeerd worden en er wordt een stuk infrastructuur aangelegd om lopende bij die locatie te komen. Behalve voor bevoorrading zal er, noem maar iets met een paal of zo komen, zodat de bevoorradingen ook hulptroepen, mocht dat eens nodig zijn, dan kunnen die daar ter plekke komen. Dit is wel een hamerstuk, denk ik. Ik wou het net zeggen, dit hameren we wel af, denk ik. Mijn vermoeden is dat we het nog een keer gaan bespreken, maar dat gaan we doen, denk ik. Nou, helder. goed. Mooie samenvatting, denk ik, van deze avond.
Kunnen we het agendapunt afsluiten voor nu? Ja, hè? Agendapunt 5, rondvraag. Niemand? Dan wens ik u wel thuis. En bedankt.